Het is tijd voor een verjaardagsfeestje. Het is namelijk het 20-jarig bestaan van een serie die ons allen zeer geliefd is. Of dat nog steeds zo is, is nog maar een vraag. En daarom gaan we het daar vandaag eens even flink over hebben. Dat doe ik niet alleen met deze blonde jongetje naast me. Dat doe ik natuurlijk ook met ons aller opperbaas als het op Battlefield aankomt. Battlefield Boris. De man staat in de top 10 van de wereldranking als in gespeelde uren Battlefield. Minstens 25.000 uren, begreep ik. Maar. Dat ben ik, absoluut. Ja. Ja, nee, dat is waar. Die kale jongetje. die blonde jongetje en die kale jongetje. Waren het 20 bewogen jaren, vraag ik me meteen. Het is grappig dat je dat vraagt, Daan. Gaan ze een trip naar Memory Lane zo aan te snijden. Ja, nee, het was kut, man. Ja. Dat is echt kut. Nee, het was fantastisch. Ik bedoel, Battlefield was... Het was de tijd ver vooruit. Het was de eerste keer. Ik had altijd als kind, ik weet niet of je dat ook had, maar je hebt altijd als je games begint te spelen, begint te ontdekken, dan heb je een paar van die dromen, een paar van die dingen die je wil afvinken. Ja. En voor mij, ik heb er altijd twee gehad. Eentje is dat ik in de game mijn geld wilde verdienen. Dat is één ding. Sick. En de andere was... Een oorlog spelen met al mijn vrienden online. Ja. En dat je... in elk voertuig wat er maar in een oorlog beschikbaar is, dat je daar gewoon in kan stappen en gewoon lekker mayhem kan veroorzaken. Nou, precies. Goed, dus toen kwam deze game, Battlefield, kwam uit. En Battlefield 1942, het was het moment waarop een van die twee dromen in werkelijkheid werd. Op een mooie herfstige dag in 2002 Inderdaad. Ik weet nog dat ik bij de... hoe heette dat nou? Die computer. Ik heb een nieuwe game PC gekocht voor deze game. Weet dat? Destijds. De FOMAR, zou ik willen zeggen. Maar het heette niet de FOMAR. Mycom. Nee, daarvoor. Het was voor de Mycom. Nou goed, ja, twee van die computerzaken. Die waren Computerland. Ja, zoiets, ja. Maar anyways, dat... dat waren nog tijden, man. Toen dit uitkwam. Als ik het nu zie, ik krijg een bepaald gevoel erbij. Ik ben zo weer terug in de tijd. Meteen vanaf minuut 1 van Battlefield 1942 meteen hoekt? Ja, direct. Ja. Ik was een van... Ik had ook een vroege code. Omdat ik natuurlijk gamejournalist was. Dus ik mocht het al spelen. En ik bedoel, dit kwam uit. Ik kon mijn ogen niet geloven dat dit kon. Ja. En ik weet ook nog, je had toen die game... In het begin was die game nog niet online. En dan kon je met bots spelen. En toen, nou goed, dat werkte gewoon. Ik bedoel, bots waren niet heel slim verder of zo. Maar iedereen had zoiets van, maar no fucking way dat je dit straks in multiplayer mode kan spelen. Weet je, met die bots, dat geloof ik wel. Was lachen, maar niet dat echt... En dat begon dus te werken. Dat lukte dus. En dat was fucking insane. Ja. Ik bedoel, ik kan die maps dromen. Serieus, weet je. Oma, Beach, El Alamein. Insanity gewoon. Want heel veel van die maps zijn natuurlijk ook nog in de loop der jaren meegeëvolueerd met de delen die daarna gekomen zijn. Ja, Iwo Jima is daar een goed voorbeeld van inderdaad. Ja. En ook deze muziek, jongen. Ja. Van welke is dit? Dit is 42. Ja, ongelooflijk. Holy shit. Ja, ik kan me dus niet herinneren dat ik dit gespeeld heb, maar deze muziek ken ik zo goed. Of is die echt later Hij is nog vaak teruggekomen en af en toe hele weirde remixes. Daarvan zou je bijna niet meer kunnen herkennen. Maar, volgens mij zat het in 3 ook nog steeds. Dat zou heel goed kunnen hoor. Want mijn instapmoment in Battlefield was pas later... Ja, als ik het lijstje zo zie, ik zal 2 vast een keer hebben aangeraakt, maar als ik het lijstje zo zie, was Bad Company eigenlijk pas mijn eerste echte... Het is een totaal andere game. Ja. Kun je niet vergelijken. Ja, maar daarna eigenlijk dan pas Battlefield 3, als ik het zo zie. Dat van echt van de... Het is raar, want die allereerste Battlefield, die 1942, en er is een Battlefield 1943 op een gegeven moment uitgekomen. Ja. En dat was eigenlijk een soort opgepoetste versie. Dat was een paar maps PlayStation 3, toch? Xbox, volgens mij was het zelfs free to play. Dus, ik dacht dat die Xbox was, maar... Battlefield 1943. Nee, je bent in de war met iets anders. Je hebt een Battlefield Heroes gehad. Nee, daarvan weet ik. Die is free to play. Maar volgens mij was 1943 ook free to play. Of ik kreeg gratis bij Gold. Ja, of bij Gold. In 2011 heb je Battlefield Play for Free gehad. En Battlefield Online. Nee, dat zijn echt andere dingen. 43, maar dan zat het bij je abonnement. Het zat bij Xbox Live, weet ik wat. Maar anyways, ik weet namelijk, wat er zo opzienbarend was, is dat je met elkaar in een vehicle kon. Dus je had bijvoorbeeld in die, volgens mij was het El Alamein, dat was zo'n map boven de woestijn, speelt zich in Noord-Afrika ergens af. En
Daar had je de Flying Fortress, die bomber, die had je. En dan kon je met z'n allen in die bomber zitten. Of je kon met een aantal mensen in die bomber zitten. En dat was echt insane, weet je. Dat je dat voor het eerst met elkaar in een voertuig zit in een game. Terwijl je, weet je, je bent aan het knallen. Of je kan bommen gooien. Of je kan met elkaar. Dat was echt nog niet eerder gedaan. Het was voor mij echt mindblowing. Ik weet nog, ik downloadde een demo of zo. Volgens mij is het niet meer shareware in die tijd natuurlijk. Van Battlefield 1942. Ik had die game niet, maar ik had wel een PC. En we deden het voornamelijk toen destijds nog heel veel Command & Conquer met twee LAN-PC's tegenover elkaar, weet je wel. Mm-hmm. En op een gegeven moment kon je de demo downloaden. En volgens mij kon je dan via GameSpy een server vinden of zo. GameSpy was vroeger ook nog een heel ding. Klopt. En dit was gewoon een demo. Eén map. En die bleef voor mij gewoon uren en uren en uren spelen. Gewoon achter elkaar. Je wilde gewoon niet stoppen. Want het was zo uniek. Dat was voor mij echt de allereerste online sandbox ervaring. Waarbij je gewoon alles kon doen wat je maar wilde. Ja. Ja, het toffe aan die game ook was, is dat het was zo goed ontworpen dat er ontstonden van die momenten die van tevoren niet bedacht waren. Daar komt ook de rendezvous vandaan. Only in Battlefield. Ja. Precies, die hele shit. Later hebben ze pas begrepen dat dat een soort PR-haak was. Waar ze die shit maar dan is het niet meer cool. Nee, daarom is het al afgelikt en kut. Maar ik kan me bijvoorbeeld heel goed herinneren dat een vriend van mij had op een gegeven moment door dat je C4 kon je in een jeep gooien. Ja. En dan kon je uit de rijdende jeep springen. En dat en gewoon gebruiken als rijdende bom. Als rijdende bom. En het was, we hadden allemaal zoiets van fucking hell dat het kan, weet je. En dat is zo tof. Het leukste is ook, je kan ook gewoon trollen. Ik bedoel, trollen met Fons en Nolle is niet voor niks daar ontstaan ook natuurlijk. Maar ook gewoon dat, want zeker in 42 was dat heel erg, maar ook later andere delen. Mensen gingen altijd wachten bij de spawn. En volgens mij hebben ze daarom nu eruit gehaald. Mm-hmm. Zeg maar. Mensen bleven gewoon bij de voertuigen staan. Ja. Dus op een gegeven moment, op een moment, ik weet niet of dat al in 42 was, maar dat je inderdaad C4 kon gebruiken. Dat is Vietnam. Gewoon helemaal vol plakken met C4, die helikopter. Ja. En dan maar gewoon van de afstandje kijken wie als eerste die helikopter gaat pakken. Nee, shit, dat is echt fucking episch. Inderdaad. Nee, inderdaad. Dit is dan eigenlijk het tweede deel in de langlopende reeks. Battlefield Vietnam 2004. Ondergewaardeerde game, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond deze de vetste, hoor. Is het, is het tijd om qua setting ook weer eens hier naar terug te keren? Nee, want er is genoeg Vietnam games aan uitgekomen. Ik zeg verkeerd, ik vond deze vetter dan 42. Gewoon door de muziek, door de vibe, door de setting, door de M16 die er natuurlijk in zat. Maar de maps waren klein, dat was echt een probleem. Ja, volgens mij kon je ook nog een beetje van eiland naar eiland toe vliegen bij sommige maps, geloof ik. Maar ik bedoel, deze heeft zoveel vibe. Zat hier al Wake Island in of was dat pas bijna later? Wake Island was 42. Maar het... Nu is de Woke Island. Woke Island, ja. Inderdaad. Ja, maar serieus. Nee, dit was tof. Maar omdat die maps kleiner waren, de voertuigen hadden minder zin. Ja. Dus ook je had wel de helikopter en zo. En dat, maar het had gewoon... De balans was een beetje weg. Hoewel ik eens ben met Koos dat de setting gewoon fucking vet was. Ja. De muziek was tof. Vooral die jungle ook, als je daar doorheen liep, joh. Ja, behalve als ik het nu terugzie ook dat ik zoiets heb van... Ik krijg niet zulke warme gevoelens van als... als Battlefield 42. En wat je nu ziet, hè, ook die muziek en er zit een soort humor in. Dat is eigenlijk Bad Company. Ja. Dat is de kant die Bad Company op is gegaan. En dat is toch een ander soort game. Ja, want hierna kwam nog eerst gewoon Battlefield, gewoon nog Battlefield 2 met alle expansions die erbij kwamen kijken. Ook een ontzettend goede game. Man. Die heb ik niet gespeeld. Ik heb Battlefield 2 Modern Combat, want toen had ik geen PC meer. En toen heb ik Modern Combat gespeeld. Dat is de console-versie en die was kut. Die was echt kut. Ja. Nou, dit is nog steeds Vietnam. Maar dit is meer de open van de core series. Hè? Van echt met een nummertje. De tweede, drie, de vierde. De 1 en 5 moeten we misschien niet noemen, maar oké. Het is wel grappig dat deze. Dit is niet Battlefield 2, toch wel? Dit ziet eruit als Vietnam nog. Dit is 2. Ja. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ik herken hem niet echt. Maar goed, inderdaad. Het. Dit zal waarschijnlijk een van de eerste momenten zijn dat ik in aanraking gekomen ben met. Nog niet helemaal meteen verslingerd aan, want ik was op dat moment ook pas 10, 12. Nou ja, die waren allemaal zo klein. Ja, daarom. jongen, hè. Dat is, dus ja, dit is ook nog een beetje aan mij voorbij gegaan. Het was eigenlijk pas daarna dat het echt voor mij een beetje los begon te komen. Ja. Maar deze hebben jullie wel ook veel gespeeld nog? Ja, zeker. Nee. Ik heb 2 ook heel veel gespeeld. Nee, heel weinig. En hierna is ook een beetje, ben ik uit Battlefield echt gegaan. En want er zitten nog aardig wat games tussen. Ja, precies. Die heb ik allemaal gemist, omdat ik ook ten eerste een console-papi over het algemeen was. Nou ja, en ik ben ingestapt weer bij Bad Company 2. En toevallig omdat... Oh, oké. Okay.
Toen kwam ik echt later pas achter. Al mijn voetbalvrienden, die speelden helemaal Live Battlefield. Wist ik niet. Ja. En toen op een gegeven moment, toen ben ik die gaan spelen. En heel kort daarna kwam Battlefield 3 uit. Maar nu loop ik misschien niet zo ver. Volgens mij was dit de eerste game met de Frostbite engine van EA. Klopt, ja. Welke? De Bad Company. Bad Company, ja. Maar en dat merkte je ook wel in zeg maar, de, alles wat kapot kon en shit. Toen dacht ik van, oké. Maar wat ik hiermee had, ik had deze op console gespeeld. Ja. En de singleplayer was episch natuurlijk. Ik bedoel, heel veel humor, super tof. Man. Maar de multiplayer, die was op de consoles niet zo indrukwekkend. Dus op PC kon je wel echt heel met 32 of 48, weet ik veel, heel veel mensen online. En op, kijk, op een paar bomen. Ja, het was heel kleinschalig. Ja. En op, op de... het was wel echt heel funny. Het was echt supergoed. Ja. Maar die op console was online was gewoon niet zo de moeite waard. Dus ik heb dat, ik heb een beetje de online game hiervan gemist. Mm-hmm. Omdat ik toen inderdaad ook even een consoleperiode heb gehad. En ja, ik had hem daar gespeeld. Dus waar, ik ga hem niet op PC spelen. Zouden ze tegenwoordig nog in staat zijn om een goede Bad Company af te kunnen leveren? Nee. Nee, DICE absoluut niet. Dat bedrijf zo dood als een pier. Maar dat... Ik denk dat het bedrijf... Ik bedoel, als je hun games ziet technisch... Ook Star Wars Battlefront 2 en ook al die andere... Technisch zijn ze best indrukwekkend. Het is echt leadership wat daar totaal ontbreekt. Of een visie die daar ontbreekt. Of niet snappen wat Battlefield vet maakt. Want ik denk dat ze technisch... prima zo'n hele vette game kunnen bouwen. Ja, maar toch... Ligt niet aan talent. Ik weet niet, man. Je hebt een liefde voor wapens nodig. Die ze absoluut... Die eerste generatie had dat. Die ging ook regelmatig naar Amerika. En dan gingen ze alle wapens in de game... Dan gingen ze mee schieten. En een range in Nevada en weet ik veel wat. Met SEAL team, special forces gasten erbij die hun gingen uitleggen hoe bepaalde wapens werken. Ze waren echt wapenfreaks. Ja, nu kan dat niet meer, weet je. Nu heb je allemaal paarsharige woke kids daar zitten die dat helemaal niet voelen. En daarom denk ik, wat mij verbaast is dat wat er goed is aan Bad Company, dat je niet een of andere indie developer in Texas krijgt die dat soort shit gaat doen, weet je. Die dat oppikken en dat in dat gat. Want het lijkt me gewoon een genre wat in potentie heel populair kan zijn. Weet je, realistisch, veel humor en een focus op hoe noem je het, realistische gunplay. Ja, en alles kan kapot. Ja, precies dat. Ja, super vet. Ja, dan heb je wel meteen een gouden combinatie. Want eigenlijk vanaf dat moment was ik dus ook hooked. En dat zorgde er zelfs voor dat ik de game die na Bad Company kwam, in 2009, kwam nog heel eventjes Battlefield Heroes. Nou, heel dat kort, heb ik nooit gedaan. Kortstondig gespeeld. Was ook meer een soort van Fortnite-stijltje. Team Fortress ook een beetje, toch? Ja, een beetje. Dat is niet wat we nu zien trouwens. Hoor. Nee, dit is nee, nog nee absoluut Company. Niet. Ja. Dit is denk ik dan Bad Company 2 al? Of dat is het nog 1? Het ziet eruit. Ja, 2 misschien. Het ziet er wel iets dit mooier uit. Ja. Ja. Nou, deze Bad Company 2 die kwam in 2010. Ja. Ook leuk. Het was een goede game hoor. Niks mis mee. Ja. Nee, hier heb ik alleen singleplayer van gedaan. Ik ook. Ja, dit waren wel de Battlefields waar ik het nog meer deed voor de singleplayer. Ja. Die hadden echt, echt een goed verhaal. Je bepaalde voice lines die me nog steeds bijstaan en weet ik veel wat allemaal. Ja, vette locaties ook, weet je wel. Ja, nee, goed gedaan gewoon. Even kijken. Ja, dan na Bad Company 2 dan zitten we nog een tussenperiode met Battlefield Online en Battlefield Play for Free. Wat is Play for Free? Volgens mij is dat Battlefield 2 die op een gegeven moment gratis was, online. Ja, dat zou maar kunnen. Weet ik niet. En Battlefield Heroes, ik weet niet of je daar beeld van hebt, maar dat was een... Dat was echt, dat was gewoon een hele grote flop. Was ook, en het was in de tijd dat je inderdaad, je had Team Fortress had je toen en je had er nog eentje. Die was een populaire team-based shooter wat iedereen speelde. Doe je niet gewoon Counter-Strike of zo? Nee, was iets anders. Ik weet het ook niet meer. Maar goed, in ieder geval, die stijl leek heel erg van Team Fortress gejat. Ja. En daar ging het al, weet je. Zodra ze niet hun eigen ding gaan doen, maar dat ze iets populairs nemen en dat gaan nadoen, dan wordt het kut. En Battlefield Online was gewoon, dat was niks, man. Heroes was dat, hè? Battlefield Heroes, dat was niks. En later 2011 kwamen voor mij eigenlijk een beetje de heydays. Battlefield 3. Zo. Ja, maar toen was het over en uit. Dat was echt fucking insane. Dat was gewoon... Dit waren echt, toen echt, dit uitkwam... Dit waren hoogtijdagen. Ik heb niks, op dat moment niks anders multiplayer gespeeld dan dit. Maar ik heb hier gewoon... Toen het helemaal goed werkte. De allerwarmste herinneringen die ik aan deze game heb... zijn echt de avonden met mijn matties... waarbij we echt... Dit deden we vrijwel religieus. Iedere week gingen we met 4 tv's bij een mattie thuis zitten. 4 playstations. En alleen maar dit spelen. Echt van... Ik denk...
9 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts. Waarom niet iedere op PC? Fucking week? Want ik vond namelijk de console-versies waren in de multiplayer niet zo sterk. Ah, die hadden minder spelers. Ja, die hadden minder spelers. Je zag echt op dat moment wel een groot verschil tussen de PC-versie en de console-versie. Ja, ja, man. Ja. Maar, dat, vooral het was nog PlayStation 3, hè? Dat ja, was, ja, absoluut. Ja. Zeker. Maar ik had geen PC. Al mijn vrienden zijn sowieso geen PC-gamers. Mm-hmm. Vandaag de dag nog steeds niet. Daarom ben ik ook heel blij dat we nu crossplay hebben en dat steeds meer over games wordt uitgeworpen, ja, zeg maar. Maar deze game, ook op de console, was hij echt ongelooflijk. Echt fucking ongelooflijk. Ja. Jesus. Nou, ik vind... ik denk dat ze wat er goed was aan Battlefield, ze hebben dat genomen en ze hebben dat echt over de top geperfectioneerd, ja, en uitgebracht. En het was echt insane. Het enige wat echt heel slecht was, was de singleplayer. Ja. En die werd heel erg gehyped. Weet je? Want ja, wat het zag er belachelijk mooi uit. Vooral die missie dat je volgens mij in Irak of Afghanistan door die straatjes loopt. Dat ziet er ongelooflijk uit, maar het was geen flikker aan. Kun je de E3 nog herinneren? Dat hij voor het eerst die trailer met die bassen, die Is dat ook niet dat het eindigt met dat die auto onder water raakt? Of nee, is dat 4. Ja, nee, het was echt dat je die beelden, dat je door die tank die door die woestijn heen aan het racen is en dan die beelden steeds en dan die... Maar heel eerlijk, dit is de blauwdruk van Battlefield. Dit deed alles goed. Progressie was fantastisch. Gameplay was ver verheven boven de rest. Ja. Het besturen van helikopters, vliegtuigen, dat werkte perfect. Het tactisch besef wat je als squad moest hebben ook. Van, iedereen had echt zijn rol. Er zat een scorebord nog in. Wauw, ongelooflijk. Oh, er zat voice chat in om te praten met je fucking squad. Ja. Wat echt super belangrijk was. Ja. En kijk, en iedereen, althans heel veel mensen, vinden dit de allerbeste. En voor mij was dat 4. Omdat wat 3 tekort kwam op de console, werd bij 4 wel gedaan. Nee, het was 4 maakte. 4 kwam uit bij de launch van de PlayStation 4. Ja, en het werkte toen een half jaar niet. Weet je, zaten dat het duurde heel lang voordat het op gang kwam. En moet je nagaan. Ik heb over het algemeen nul geduld. Mm-hmm. Maar ik heb de volledige periode geprobeerd om het te spelen. Kijk, als je alleen al de gameplaybeelden ziet doen, ik word er echt weer lijp van. Ja, dit was ongelooflijk. En dit is nog steeds leuk vandaag de dag. En het is ondenkbaar dat ik iets anders ging spelen toen ik dit speelde. Want het was gewoon, het was zo ontzettend goed. En het heeft ook een bepaald gevoel dat als je eenmaal erin zit en goed bent in Battlefield 4, dan is het... Je kunt bijna niet omschakelen naar andere shooter. Want ik weet dat op een gegeven moment kwam er een nieuwe Far Cry uit. Ik zat echt van, ja, kut, weet je. Dat is echt, moet ik wennen aan iets anders. En dan ging ik weer Battlefield spelen en dat werkte. Ik was iets anders gewend, dus dat was dan heel lastig. En wat echt heel tof was, want niet iedereen is gewoon even goed in een shooter. Maar wat echt heel tof was, iedereen kon hier gewoon een rol vervullen binnen je team, binnen je squad. Van, of je kon je echt specialiseren op voertuigen, of je ging juist een medic zijn, of je ging juist een engineer zijn. Ja. Iedereen kon een rol vullen, of je ging juist bases capturen, of jij ging juist skills maken. En daarbinnen had je ook nog eens dat er was niet echt één wapen wat iedereen had. Kijk, iedereen had dusdanig zijn eigen wapentje, dusdanig lekker uitgebouwd op zijn smaak en stijl, ik liep rond met een G36-7 waarvan gasten zeiden van, gadverdamme dat je daarmee speelt. En mij was M4A1. Daarom, en zo had iedereen wel zijn dingetje. Nou, er waren wel dingen, zoals die flare bijvoorbeeld op een gegeven moment, die infraroodscope die je had. Ja, en op een gegeven moment die shotgun met die slugs, dat volautomatische shotgun het was ook niet perfect, maar dit was wel echt de blauwdruk. Wat ik weet ook, hier kon je ook echt de hele tijd de revive de hele tijd. Weet je wel. Voor 100 punten. Maar precies, je kreeg daar veel te veel punten voor. Dus wat ging iemand doen? Ging ze altijd in de corridor en dan werd iedereen gekild. Blub, 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 ja, maar toch. Boom, werd iedereen gekild. Blub, 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 maar het maakt sens, omdat het was een kutbaan. Weet je? Ja, maar je kon er niet weigeren. En nee, dat hebben ze gelukkig later wel. Ja, nee, dat is waar. Maar het was ook echt serieus. En dat vind ik het tof. Je hoeft er niet heel goed te kunnen schieten om met je team te spelen. Wat je net al zei. Nou, dat was echt heel belangrijk. En dat gevoel dat je met elkaar in de problemen zit, dat je met elkaar aan het praten bent. En je was continu aan het communiceren. De hele tijd. Het is nergens is dat gevoel van Revive zo sterk als in Operation Metro. Ja, maar dat bedoel ik dus. Ik vind dat een van de mindere maps. En hij was fucking vet toen hij uitkwam. Ik hou van buiten gewoon. Nou, wat ik van hou is dat je niet
één choke point hebt. Nee. En Operation Metro had... dat was letterlijk. Je hebt de twee zijdes met de trap omhoog. En iedereen lag daar maar te knallen. En dat was later bij die Battlefield 1 en die andere shit. Daar had je hetzelfde probleem. Die maps waren niet zo goed. En bij Battlefield 3 en 4, de rest van die maps op Metro na, die waren zo goed. Je had zoveel verschillende. En ik vind het ook grappig, want ik zie nu beelden en ik heb het een beetje verdrongen. Maar in Battlefield 4, als je online speelde, dan de maps die rotaten. Mm-hmm. Dus je had dan weer die map, dan weer die. En op een gegeven moment kwam dan die ene... Ik had twee maps die ik niet zo tof vond. Eén van was die gevangenis. En je zat je in de prison. En daar had je dus ook... Daar kon je onderdoor in die gangen, kon je achterlangs. Of je kon een rondje rennen. Bergen. Ja. Of buitenom, of gewoon in het midden. Nou, dus je had drie dingen. Maar je had niet één choke point, maar je had gewoon drie plekken waar je gewoon automatisch elkaar tegenkwam. Mm-hmm. En dat is zo slim bedacht. Ze hebben erover nagedacht. En ze hebben met die filosofie al die maps gemaakt. En ik moet ook zeggen, de maps, weet je, de een vindt het de gimmick. Ik vond dat absoluut niet zo. Bij sommige maps, Levolution, inderdaad. Ja. En vooral die maps op het water met al die eilandjes, weet je. Op een gegeven moment werd dat zo'n chaos met die storm. Volgens mij heet die ook storm, nog iets. Die dam die doorbreekt. Ja, maar daarom, er was... Die enorme soort van... wat is het voor satellietschaal? Ja, dat vind ik ook niet zo'n toffe map, inderdaad. Ja. En natuurlijk die grote... Carcant is wel een van mijn favorieten. Toren die instort, die Ik vond in het hotel. Dat was mijn favoriet. Want ik speelde veel team deathmatch of squad-based. Ik speel altijd deathmatch. Conquest, altijd. Ja. Nou, ik heb ook veel Conquest gespeeld, hoor. Maar ik vond namelijk ook de kleinere maps voor de squad-based en team-based, vond ik heel erg goed. Rush, ja. Ja. Dat is toch een bombercharge, hè? Ja. Dat was echt super vet. En daarom ben ik ook blij. En het is ook wel een teken van onmacht dat we zien bij bijvoorbeeld 2042. Die game is helemaal kut. Ja. Het meest populair is het onderdeel dat je de oude maps kan spelen met de oude wapens, met de oude regels. Ja, dat is populair. Bizar, ja. Maar die game was wel echt wel kut. Maar het is wat ik interessant vond, is dat ze een kut game hadden gemaakt. En dat het eigenlijk voor de Battlefield-serie niet zoveel uitmaakte. Weet je, dus hij was gewoon snel vergeten. Er kwam gewoon snel Battlefield 3 kwam eraan. En toen was het... want die kwam... 2142 was voor Battlefield 3, toch? Ja, zeker. Die kwam 2006 al. Ja, dus vijf jaar ervoor. Ja, daarom. En toen was alles vergeten. Battlefield 3 fixte alles. En eerlijk gezegd, bij Battlefield 3 en Battlefield 4... dat was zo'n monsterachtig goede reeks eigenlijk, die twee. Met alle DLC's die erbij kwamen. Ja, want dat ook. Want dat had je bij Battlefield 4. Had je natuurlijk ook al die kleine, die tropische eilanden en die shit. En het is een fout geweest dat ze die DLC niet gratis hebben gemaakt. Nee, want daardoor splitsten die heel erg die... Ze hebben daar later Battlefield Premium toe van gemaakt. Ja, dat was in 4 inderdaad. Ja. En was de eerste premium die ik ooit gekocht heb voor een game. Doordat ze dat deden, had je een premium community en een non-premium community. En die premium community die juist al die maps had, die had bijna niemand om mee te spelen, omdat gewoon waren niet zoveel mensen. Ja, en dat is echt een vergissing geweest. Ja. Dat ze op die manier hebben gedaan. Ze hadden alles gratis moeten maken. Absoluut. Maar goed, hoe dan ook. Ik denk dat Battlefield 4, dat is waar het voor mij stopt. Ja, voor mij ook. Dat was het. Daarna kwam Hardline en dat sloeg voor mij al meteen zo ontzettend hard de plank mis. Heel eerlijk te zijn, er was één mode in de multiplayer die ik heel leuk vond namelijk. En je had één groot probleem in de Conquest. En dat was dat je bijvoorbeeld als je in een helikopter zat met een squad, dat één iemand de vehicle waar je in zat constant kon repareren. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon onverslaanbaar was. Want je kon doen, zeker als je een helikopter had, dan kon je gewoon raketten blijven blazen en iemand zat gewoon te repareren. Ik vond het gewoon een hele cops and robbers idee. Mm-hmm. Ik vond het er niet bij passen. Ik vond de maps ook lelijk. Visceral Day inderdaad, de singleplayer, die vond geen fuck aan met die episodic stuff. Nee, die was kut. Is eigenlijk de enige echte goede singleplayers die waren van Bad Company. Nou, ik... Ja. Drie had ook nog misschien wel redelijk, maar daarvan dat werd wel al generiek. Nee, singleplayer was kut. Maar eerlijk gezegd, er waren hier nog een paar maps die ik tof vond. En dat was inderdaad die cops and robbers shit. Maar voor mij voelde vooral de multiplayer was gewoon een reskin. Ja, het was klein. Het was een reskinned Battlefield 4, maar kutter. Dus waarom zou ik het spelen? Dat was mijn gedachtegang in ieder geval. Uiteindelijk is het helaas een ik weet wel dat we echt psyched waren op de E3 toen we het voor het eerst zagen. En wat ook tof was, wat ze voor het eerst deden toen, was die game werd aangekondigd op de E3. En toen zeiden ze van, je kunt hem nu
downloaden. En toen kon je een soort demo downloaden. En wij zaten daar in L.A. Toen de beta meteen die dag. Zoiets, ja. En wij zaten in L.A. Wat is een tier waar ik thuis was, dat ik het kon spelen. Weet ik zou heel eerlijk zeggen, ik was ook enthousiast bij de aankondiging. Ja. Want ik dacht, oh vet. Maar uiteindelijk werkte het totaal niet voor mij. Nee, maar ik vond het conceptueel vond ik nog niet eens zo slecht hoor. Het was vooral dat de maps te klein waren. En het hele ding voelde als een mod van Battlefield 4. Nou, en dat dit, had het moeten zijn. Maar dit, door de straten race bijvoorbeeld met zo'n politieauto. Dat was zo kut. Dat was zo clunky. Ja, dat was kut. Ja. Dat was heel kut. Ja, goed. Oké. Okay. Nou, eerlijk gezegd, ik heb nog wel een heel klein beetje liefde voor Hardline. Mm-hmm. Maar, na Hardline. En dan nu de Dark Ages. Precies. Hardline kwam 2015, 2016... gingen wij de Age of the Normies in. Battlefield 1. Ja. Waar eigenlijk heel de gunplay die de pak een beet 6 jaren lang daarvoor mij jaar en dag hebben bezig gehouden. Zo van op de schop gingen op de meest casual arcade manier die er maar mogelijk was. Ja, je kon vanuit je heup met de sniper rifle kills maken op een kilometer afstand. Nou. Dat was echt niet normaal. Ja, als ik nog wel één ding positief mag zeggen, en dat was gelijk ook toen die werd aangekondigd, de graphics, en zelfs vandaag de dag nog, zijn echt belachelijk mooi. Nou, en nog beter dan de graphics, de audio. Ja, die was echt extreem goed van deze game. Maar een van de dingen die echt onvergeeflijk waren hier, waren de heroes. Het feit dat je een soort volledig overpowerende de Mongolen had, die rondbanjerden over dat slagveld. Battlefield 1 was ook op het einde. Ja, met de trein en dat airship, die domme shit. Ja, weet je. Het was ook de eerste game volgens mij waarin geen... vehicles meer normaal te pakken waren, maar dat de power-ups werden. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Echt, we moesten erin spawnen. En ten tweede inderdaad, het voelde gewoon super oneerlijk, want het was, we maken het toch nog heel even spannend op het einde met het vliegschip en die trein, weet je wel. Kansloos was je meteen. Nee, dude, wij waren aan het ownen. We hebben deze fucking overwinning verdiend. Ja. Dan ga je niet in één keer het is cheaten. Geven. Het is echt alsof je een potje voetbal met elkaar doet en opeens krijgt iedereen een groot hoofd, weet je. Weet ik veel zoiets. Ik wil... Tegenstander krijgt 20 man bij. Ik bedoel, je staat 10-0 voor met voetbal en dan zijn er nog 5 minuten te voetballen. En dan zegt de scheidsrechter, nee, wat de tegenstander nu scoort is 5 punten per doelpunt. Ja, weet je wel, zo voelde het. Ja, en dat was voor 1 kenmerkend. En grappig genoeg werd die lijn in 5 doorgetrokken. Dat was helemaal einde oefening. En ik hoopte toen nog dat het gefixt werd. Want ik vond 1... Toen 1 uitkwam, het duurde even voordat ik me realiseerde hoe kut het was. Weet je, in eerste instantie had ik zoiets van, sommige maps en als ze dit fixen en dat de fixen. De maps waren kut, de gunplay was kut. Ja. Ik was er wel klaar mee. Ja, en toen kwam 5 en toen was het daar. 5, ik ook hier toch wel enigszins enthousiast bij de aankondiging. Want nogmaals, de beelden zagen er wederom fantastisch uit. Een paar ongelooflijk mooie maps. Ook Rotterdam zat er natuurlijk bij. En zo eentje Frankrijk, geloof ik. Met een brug daar in het midden. Ja. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Ja, ik vond het niet leuk om te spelen. Nee, het was echt kapot. En het kwam voornamelijk omdat de gunplay hier echt kut was. Want in theorie had het oké kunnen zijn. Nou ja, ik ben toen voor... Ik bedoel, dat hele progressiesysteem was verneukt. Dat was ook. Maar dat was bij 1 al kapot. Maar dat was, bij Battlefield 1 was dat al stuk. Was dat niet ook omdat het eigenlijk Battlefield 1 was al in het verlengde van Battlefront uit? Klopt. Ja. En dan hadden ze in-game shit. Ja. Ze hadden ineens het systeem van Battlefront aangehouden. In plaats van dat een Battlefront het systeem van Battlefield aan zou houden. Wat een veel logischere keuze lijkt. Maar zeg je die quote? Best of the series van Kotaku? pijnlijk. Ja, echt heel cool. Maar ik vond dit... ik ben voor Battlefield 1... Voor een van die DLC-packs ben ik toen naar DICE geweest. En ik weet dat ik toen nog een interview met ze had. En toen viel het me op dat... toen was die Patrick Söderlund was al weg. Ja, laten we niet vergeten dat hij aan het begin van deze game zei van... als jullie hier allemaal niet voor zijn, dan koop je de game toch niet? En toen kocht niemand de game. Ja, en toen moest hij opzaten. Ja, inderdaad. Ja, nou, hij is wel naar boven gepromoveerd. Want hij is toen heel idee gaan slopen. Niet alleen maar DICE. Maar toen was hij niet meer bij DICE. Toen was hij al een van de topmannetjes bij EA. En toen zei hij, koop je hem toch niet? Ja. En toen kocht niemand hem. En toen moest hij in goed overleg een nieuwe uitdaging zoeken. Ja, inderdaad. Dat is waar. Ja. Nou goed, hij was al weg. Maar ik had toen... toen was al de woke
vlag wapperde al boven het kantoor van... en het was net het omslagpunt, hè? Want ik weet nog, DICE zat in een groot kantoorgebouw, een grote toren. En dat kantoorgebouw bestond uit twee torens. En in een andere toren zat Avalanche. Mm-hmm. En die hadden net toen Just Cause 4 gemaakt. Dus ik kon uit het raam kijken en dan zag ik mijn andere helden, weet je. Ik had zien. maar je moet je voorstellen, die mensen die wisselen gewoon van baan. Weet je? Die gaan van de ene gaat van DICE naar Avalanche, de andere gaat van Avalanche naar DICE. Is toch maar een torentje verder. Precies, dus het waren allemaal gasten die daar in Stockholm woonden en game design, dan werk je bij een van die bedrijven. En dus dat betekent ook dat die cultuur was heel erg werd uitgewisseld. Dus in eerste instantie had je nog dat politiek incorrecte, dat is ook wat Just Cause nog had. En dat was ook wat Battlefield heel erg had van de tijden van Bad Company en misschien Hardline ook nog wel. En toen op een gegeven moment kwam dus die woke shit. En dat was natuurlijk in Zweden sowieso, daar werd dat omarmd. Maar helemaal in bij DICE. En je zag dat direct terug bij Battlefield 5. Want toen had je die rare... scène van of tenminste al die historische dingen die niet klopten. Ja. Weet je, dus je had die... Ineens komt er een katana en een bionische arm en dan weet ik van wat allemaal. Nou, nog dat niet eens dat. Ik had de echte missies. Die missies, die singleplayer missie, dat je met die twee vrouwen, een of andere, weet ik veel, dan moet je... Een hele bunker. Een bunker moest je uitschakelen. 500 Duitsers maak je dat. Dat is echt gebeurd. Ja. Alleen het waren geen vrouwen. Het was gewoon een team Noorse commando's die dat gedaan hadden. En die Noorse commando's worden dan vervangen door twee chicks. En, want representation matters. Precies. En een ander ding wat heel interessant was. Op een gegeven moment voer je een aanval uit op... dat was in ook in Zweden of Noorwegen, een van de twee. Het is een multiplayer map. En dan de Duitsers vallen... ik weet niet meer of het Zweden of Noorwegen. Ik dacht Noorwegen. De Duitsers springen uit de vliegtuigen. Dat is de aanvallende partij. In werkelijkheid was dat omgekeerd. Mm-hmm. Want de geallieerden probeerden dat gebied te ontzetten. En waarom zou je dat doen? En toen zeiden ze ook in een interview, zeiden ze gewoon heel sterk van ja, als je als geallieerde de Duitsers aanvalt, dat mensen snappen dat niet. Dat historisch, dat kan nooit gebeurd zijn, want de Duitsers waren de bad guys. Ja. En dat... Ik vond het zo mind-blowing kut dat ze dat gedaan hadden. Dat ik echt zoiets had van ja, maar als je zo omgaat. En het grappige was, het woord was nog niet echt ontstaan. Maar het heette revisionisme. Maar, dat is dat je de geschiedenis gaat veranderen aan de hand van je politieke agenda. Maar dat zien we nu ook in films. Want laatst was er ook een film over een ballonluchtvaart. Over een record dat werd gezet met een ballonluchtvaart. De hoogste ooit. En daar is een film van gemaakt. Maar met een guy en een girl. Maar in het echt waren twee guys. Ja. Dus een interviewer vraagt ook aan de regisseur van... Waarom heb je een van die mannen die dat echt heeft gedaan... leven heeft geriskeerd, iets bijzonders heeft gedaan... waarom maak je daar een vraag van? Ja, representation matters. Ja. Maar kennelijk ook voor dingen die ze niet gedaan hebben. Nee, maar het ding is, ik vind dat je dat... Kijk, als je, weet ik veel... De kleine zeemermin gaat remaken met etnisch meer correcte. Whatever. Maar je hebt het hier wel over. dit is oorlog geweest. Daar zijn mensen dood gegaan. Ja. Weet je? Dus ja, mensen bedoel, hebben dat hun leven gegeven. Voor shit. Thuis, ja. Weet je? En dat je dan zegt van nee, maar dat ontkennen we. Nee, dit was allemaal. Dit was een lesbisch stel die dat gedaan. Mensen begrijpen dat niet. Nee, maar en dat vind ik heel, heel kwalijk. En ik had zoiets van: je kunt niet een oorlogsgame maken zonder respect te hebben voor de waarheid. Ja. En ik snap dat in oorlog de waarheid altijd een beetje weggaat. Maar er is een ding, weet je. Als jij, weet ik veel, als jij rond gaat lopen met een volledig mariniersuniform, inclusief je rank, en je hebt nooit bij de mariniers gezeten, en je komt een marinier tegen, die gaat dat niet tof vinden. In Amerika, in Amerika weegt het nog veel zwaarder, weet je. Wij hebben in Nederland nog niet zo'n militaire cultuur. Maar in Amerika is dat nog veel erger. Ja. Mensen die liegen over waar ze geweest zijn in Vietnam of weet ik wat. Nou, die worden echt aan de schandpaal. Maar gewoon, je wordt ook letterlijk aan je maag getrokken als je daar in camo loopt. Je kan ter plekke, kan je de shit uittrekken. Ja, daarom. En terecht. En daarom heb ik zoiets. Daarom vind ik die shit die ze bij Duits hebben gedaan zo nep. Ja. Want ze hebben het equivalent gedaan van het revisionisme. Ze hebben gelogen over iets wat historisch gebeurd is. Ze hebben de geschiedenis veranderd. Met andere woorden, het is hetzelfde. Maar met een bepaald doel. En dat doel is een beetje die hele franchise nu aan het verzieken. Wat ze aan het doen zijn. En om heel eerlijk te zijn. Na Battlefield 5. En alle heisa die erover is geweest. Sutherland die heeft moeten opstappen. Noem het allemaal maar op. Ik dacht, oké.
Ze hebben het licht gezien. Want nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat DICE een fantastische Battlefield kan maken. Was ik ervan overtuigd. Ja. Ik dacht, oké, Battlefield 5, dat is voor hun het hoogtepunt geweest van waarmee ze op hun bek zijn gegaan. Mm-hmm. Waarbij ze dachten, oké, we gaan nu de franchise terugbrengen. Dat is helemaal mislukt door die fucking domme bullshit de hele tijd te doen. Mm. En dan dacht ik, 2042, dat gaat een nieuwe start worden. Ze kondigden dat ook aan met, hey, we gaan terug naar de Battlefield 3-4 tijdperk. Dit is een love letter to the fans. Love letter to the fans. Begonnen ze ook die domme shit van Only in Battlefield gingen ze zelf maar doen. Ja, dat voelde ook kut. Dat was al een strike one, zeg maar. Ja, en toen kwam die game uit. Echt alle seinen leken op groen staan. En toen kwam die game uit. En toen zag je, nee, dit is nog veel erger dan Battlefield 5. Ja. Dit is echt nog veel erger dan Battlefield 5. Want we hebben scoreborden eruit gehaald, omdat we dat toxic vinden. Ja. We hebben voice chat hebben we eruit gehaald, omdat mensen dat toxic vinden van elkaar. Oh, we hebben, we hebben alle goede map designers hebben volgens mij ook eruit geflikkerd. Ja, dat zag er niet uit. Ja, maar dat map design, dat was eigenlijk vanaf Battlefield 1 al. Want ja, dat waren in ieder geval geen lege maps. Lege maps. Daar zag je al van, oké, het zijn niet meer maps gedesigned met een soort van lanes, bepaalde choke points binnen lanes en daardoor verscheiden, maar tegelijkertijd ook wel met heel kijk dit nou, hoe lelijk het eruit ziet. Maar voor een game die 128 spelers tegen 128 spelers voor elkaar weet te boksen, mm-hmm. wat fantastisch is. Wat ik al zei, wat eigenlijk niet hoeft, en dat blijkt nu ook wel, want ze hebben nu heel veel lobby's teruggebracht naar 64 tegen 64, omdat het toch net wat lekkerder speelt. Fijn. Maar nog steeds kan ik niet met meer dan 3 vrienden deze game spelen. Dat kan niet. Tot op de dag van vandaag niet. Nee, vooral de technische insteek van deze game is raar. Wat je zegt, inderdaad. Het scorebord en dingen. Geen voice chat. Je kan niet met meer dan 1 squad kan je een server joinen. Dat moet allemaal maar, oh ja, oké. Okay. Zie jij waar die server staat? Ja, oké. Okay. Klik er gauw op, want er zijn 8 plekjes. Dus we kunnen met z'n 8 joinen. Ja, maar dat lukt het vaak nog niet. Nee. Het is te kut voor woorden. Dus, maar goed, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de beta toen gespeeld. Heel snel was ik er klaar mee. Warzone was er al. Dit was in mijn ogen is Battlefield heeft het stokje overgegeven aan Warzone. En dat is eigenlijk hun eigen schuld geweest. Ze hebben Battlefield echt in de fik gestoken. En ik denk het enige wat ze nu nog zouden kunnen doen om de eer te herstellen, is om een fatsoenlijke remake van Battlefield 4 te laten maken. Laten we trouwens ook niet vergeten, fucking special operators die hier in de leven groepen. Maar misschien wat de hele fucking community zei, dit willen we niet. Dit willen misschien we niet. Is dat nog wel wat het meest hinderlijke aan. Ja, en dan een jaar na dato, weet je wel, de kruipen ze weer helemaal terug. Van oké, er komt weer een scorebord in, er komt voice chat in, we horen jullie. Wat operators betreft, wij geloven daarin. Ja. Hoe toondoof kan je zijn? Wedden dat de operators er straks gewoon ook weer uit zijn? Want volgens mij hebben ze het nu al aangepast. Althans, ik gaan ze kan me niet voorstellen dat mensen het nog spelen. Maar had die soort van, ja, ik wil niet zeggen power-ups, maar die special abilities die je had als operator gewoon gedaan als een als ding dat vrij te spelen is binnen je klasse, had ik helemaal prima gevonden. Laat mij lekker met mijn generieke witte hartjes gewoon. Ik wil niet grijze Petra zijn met die paardenstaart. Omdat ik dan alleen maar met haar fucking subclasses kan spelen. Waardoor je ook met 64 Battlefield is, je bent gewoon een anonieme fucking soldaat. Dan past het toch niet bij dat 5 Petra's in één squad lopen. Ja. Die allemaal hetzelfde eruit zien. Maar het is hopeloos. Echt hopeloos. Ik denk eerlijk gezegd, DICE gaat nooit meer hun voormalige hoogtes evenaren. Mm-hmm. Ik denk niet dat dit nog goed komt. En ze kunnen ook geen live service game maken trouwens, want ook hier is de support weer tergend. We hebben nu seizoen 2 gehad, zit er 1 nieuwe map bij of zo. Oh, deze map, jongen. Dan denk je van, precies wat je al zei met 1 en 5, dat je op een gegeven moment komt die Zeppelin. Hier denk je ook van, oké, we mogen die laatste toren in. Nou, probeer maar eens die laatste toren te veroveren. Dat lukt je gewoon niet. Tergend kut eigenlijk. Ik was zo hoopvol, jongen. Echt, want ze zeiden alles goed in het marketingtraject. Mm. En toen kwam die game uit. Fucking hell. Nou ja, ik vind wel, kijk, het is makkelijk om te haten. Hè, en om te zeggen van ja, dit is kut en is kut. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ze hebben met Battlefield 3 en Battlefield 4 laten zien wat de wereld wil. Ja. Weet je, hoe een goede. Maar de, hoe de lat is hoog. Ben je als publisher? Ja, maar iedereen zegt, we willen alleen 3 en 4. Maar luister, toen Ajax de Europa Cup 1 won en het jaar daarop tweede werd,
toen had je ook zoiets van, dit team, dit gaat de wereld domineren. Ja. En het valt uit elkaar, ze gaan weg, het houdt op. En het is niet anders bij game developers. Nee, maar als je Battlefield 2042 ziet, gewoon wat daar staat, dat is moeilijk om te maken. Alleen, er worden verkeerde keuzes gemaakt. Ja, maar dat is gewoon omdat het team heeft een legacy meegekregen van vroeger. Maar heeft niet een grijntje van het DNA van het team wat dat vroeger had. Nee, maar dat niet alleen niet. Patrick Söderlund. Je hoeft alleen maar terug te kijken. Ja, het is al gedaan voor je. Ja, maar je hoeft alleen maar de doelpunten, dat puntertje van Kluivert tegen AC Milan te maken. Dat is het niet. Nou, maar het ze is hebben de laten, hele... ze laten zien dat ze wel dat soort talent in huis hebben. Alleen er gewoon voor kiezen om niet een puntertje te doen, maar een trap van buiten de 16. Luister, ze hebben dat talent niet in huis. Mm. Dat hebben ze niet meer. En het zit hem niet in het maken van een mooie toren of weet ik wat. Het zit hem in het zoeken van een balans. Weet je? En dat was, ik wil Battlefield 4 en 3, allebei, die hadden een balans. Dat was echt, dat was niet normaal. Hoe vaak heb ik niet een soort vol amazement zitten kijken dat zelfs een hele drukke multiplayer match gewoon tot bijna aan het eind volledig gelijk opgaat. Ja. Gewoon omdat het is gewoon een gebalanceerde game. Ja. En dat, ja, ik weet het niet, weet je, dat je hebt, het is zo goed. En ook, ik had het ook met de squad matches, weet je, daar werd je ingedeeld aan de hand van hoe goed je was. Weet je, je kon met je eigen squad, maar je zag automatisch hoe het werd samengesteld. Je had altijd een kans. Het was zo fucking goed. En dan weet je gewoon, mocht je dat niet willen, dan kon je zelf altijd nog switchen. Maar je weet dat het maken van die game kost, weet ik veel, 3 jaar tijd. Ik zeg maar wat, weet je. Maar het goed balanceren van die game is nog een vol jaar werk. Dat is de tijd die ze er vroeger aan uitgaan. En tegenwoordig, maar dat is de tijd is die ze nu niet hebben, nee. Omdat ze ten eerste alleen maar bugs moeten fixen. Ja. Dat ten eerste. Dus ze hebben geen tijd voor balancing. Dan zijn ze dingen erin aan het zetten die ze eruit hebben gesloopt. Ja. Daar, en daarom, we zijn seizoen 2. We hebben 1 map erbij gekregen. Omdat het gewoon een dom team is. Met waar geen niet de juiste focus en de juiste visie en de juiste leiderschap is. En dat is helaas niet exclusief voor DICE. Er zijn heel veel grote studio's maar die we datzelfde pad hebben zien afglijden. Hoe kan het dan dat we enerzijds studio's hebben die alleen maar door blijven teren op een keer een game die ze goed hebben gemaakt, waardoor we nu alvast het 15e deel van die game zien. En we anderzijds games hebben zoals Battlefield, waarbij iedereen schreeuwt van, oh man, maak het zoals 4. En ze maar niet soort van... Nou, maar Call of Duty heeft dat toch? Ik bedoel, Call of Duty heeft dat gedaan. En mensen zeiden, hou op met die fucking spaceship, met die double jumps, met de wallrunnen. Hou ermee op. Ja, we willen gewoon fucking... Geluisterd. Ja, we willen gewoon Black Ops en Modern Warfare. Ik, yeah. Nou, wat komt er terug? Black Ops en Modern Warfare. Ja. Nee, maar dat is het hele ding. Van, je kunt wel toondoof zijn, maar je moet inderdaad op een gegeven moment wel een soort van ook zakelijk slimme conclusies trekken. Hetzelfde heb ik met Warzone. Als je nu kijkt die beta van Warzone 2... Ik heb er nog niks van gezien, dus ik kan er niks van zeggen. Nou, dude, zijn we gewoon weer terug naar wat er goed was aan de eerste Warzone. Dus ze hebben, weet je, al de kleurrijke figuurtjes en fingers de wapens. Fingers crossed en dat het zo blijft. Ja, maar misschien blijft het niet. Maar dan nog, als je eenmaal goed begint... Ik moet zeggen, ik was meer een fan van Blackout. Ja, nog steeds, ja. Ja, goed, oké. Ik niet. Ik ben echt een Warzone-speler. Maar ja, deze game is gereleased met een 4-0 achterstand. En probeer dat maar eens goed te maken. Ja, nee, dat gaat niet meer. Weet je, zijn we ook al even over vergeten. Battlefield had een Warzone tegenhanger. Ja, maar die zijn altijd binnen 2 weken storm. Binnen 2 weken is dat dood en begraafd. Ja. Nou, ik wil nog 1 ding zeggen. Ik denk niet dat je een item over Battlefield maakt zonder te benadrukken dat wat er zo ontzettend revolutionair was aan die games, is dat de kogels echt ge-3D renderd werden. Ja. Dus waar je de grote strijd was op een gegeven moment tussen Battlefield en tussen Call of Duty. Ja. En Call of Duty, dat waren de kids die gewoon van snel en de ticketje in een fucking game. Precies. En Battlefield was realistisch. En waarom was Battlefield realistisch? Omdat de kogels echt waren. Dus tenminste gerenderd werden. Ja. Dus een kogel had een traject. Daarvan voelde je gewoon van... Weet je, als jij met een sniper rifle over lange afstand een kill maakte... Zo'n beetje omhoog zag die traject... Pats. En het had een bepaald gevoel dat je gewoon wist van... dat je kon dat ontwikkelen. Ja. Zoals een echte... sniper, ja, want je een kon gevoel je voor de kogel gewoon, en de wind. Weet je, en dat is dat kan, dat is zo knap. En laten we ook niet vergeten, wat het realistisch maakte voor mij, is dat het map design was zo slim. Kijk, in Call of Duty rent iedereen door elkaar heen, maar hier was het map design zo slim, ook al speel je Conquest, er waren altijd linies tegenover elkaar. Nou, ja, niet alleen linies, maar ook lagen. Ja. Want hey, het speelde zich af in de lucht, het speelde zich af voertuig tegen voertuig, mens tegen voertuig, snipers maar tegen snipers. Het was echt letterlijk, gewoon als je tactisch wat meer vernuftiger was als team, kon je daar zoveel meer uit halen. Bedenk dus hoe lastig het is om dat
te balanceren. En het feit dat het dus wel gelukt was. Ja. Want... En ook nog, dat moet ik ook nog even uit. In Battlefield 4, de pro mode, hoe heet het ook weer? Ja, hardcore volgens hardcore, mij. Ja. Dat je dus niet meer, dus op een gegeven moment als je dan, als iemand je spotte of je schoot, dan zag je op een gegeven moment waar op de map dat dan was. Dus dan wist je ongeveer waar de snipers zaten. Maar ook, in hardcore was dat niet. Dat was fucking insane. Hele simpele dingetjes zoals dat, het spotten deed je niet alleen voor jezelf. Nee, dat voor je team. Ja, dat deed je voor je team. Ook al, zag je daar in de verte wat lopen en jij ging er niet op af, even spotten voor, voor iemand die daar in de buurt zit. Ammo droppen, spotten, mijnen neerleggen, noem maar op. Ja, de ene is... die even air support geeft. Battlefield 3 en 4, man. Ik bedoel, misschien wordt het nooit meer zoiets gemaakt. Ja. Ik hoop dat die geremaked wordt. Maar gelukkig, we kunnen vandaag de dag nog gewoon Battlefield 4 spelen en wij kunnen beamen dat het gewoon nog steeds fucking vet is. Het is nog ik heb het al een tijd niet meer gespeeld. Dat, We gaan binnenkort doen. Ja, ik ga het misschien gelijk weer downloaden. Het is eigenlijk een algemene vraag, maar ik zou hem best wel toe durven spitsen op 1, 5 en 2042. Wat is de slechtste Battlefield die er tot nu toe is geweest? 2042. Ja, 2042 zeker. Is het omdat ze steeds meer... Driemaal scheepsrecht. Driemaal scheepsrecht en je hebt niks geleerd. Nee. Hoe kan het zijn dat je van alle feedback die je hebt gekregen van 1 en zeker 5, hoe dat is gelaunched, alles wat daarmee is gebeurd, dat je daar niet van geleerd hebt. En dat je gewoon... En Battlefront, hè? Ik bedoel, want dat vergeten we nu, maar dat hoort eigenlijk in het... Daar hadden ze ook lering uit kunnen trekken. Ja, maar dat zijn ook DICE games en dat is ook gewoon... Ja, maar dat is het krankzinnige, Boris. Kijk, Battlefront 1 was gewoon een scheidgame. Ja. Battlefront 2, scheid launch. Vergelijkbaar met 2042. Ja. Die game hebben ze echt om weten te draaien, weten te fixen. Dat echt iedereen die de game al had, lyrisch was erover, stekker eruit getrokken. Ja, ja. Insane. Ja, bizar. Ik heb het nooit gespeeld meer, maar goed, het zal wel. Maar ik denk dat... ik moet je wel zeggen, er is nog een kleine... als jij zegt Battlefield 42 is de slechtste, ben ik het mee eens. Battlefield 5 was waar het echt goed misging. Ja. Dus eigenlijk is Battlefield 5 het moment waarop die serie gestorven is. En Battlefield 2042 is nog de... Ja, ik weet het niet. Weet voor mij is de decline bij Hardline ingezet. 1 was gewoon niet mijn ding. 5, echt ongelooflijk bepaalde dingen die ze daarin hebben gedaan. En ik vind het gewoon meer schokkend dat dan 2042 met alle beloftes die ze deden daar in de marketing praat, en daarom was ik er ook heel erg enthousiast over, dat daar uiteindelijk niks van waar bleek te zijn. Ja, bij 2042 kun je ze het hardst toerekenen dat ze 5 jaar de tijd hebben gehad om bepaalde lessen mee te nemen. Volgens mij hebben ze nu dus wel die operators aangepast, maar dat heeft nu zo lang geduurd en dat ze nog een jaar na dato zelf zeiden, nee, wij geloven in de operators, jongens. Hoeveel games staan er op dat lijstje? Hoeveel Battlefield games staan er? Achttien. Maar weet je, er staat ook een Battlefield Online, Play for Free, Battlefield Heroes, Battlefield Mobile staan er ook. Luister, van die 18 games zijn er 5 goed. Battlefield 42, Battlefield 2 en 3. Oké, 42 en 43 eigenlijk dezelfde game. Ja. Wat zeg ik? Battlefield 3 en 4. Ja. En Bad Company. Bad Company 1 en 2. Ja. Zijn dat er 5? 6 misschien. 6 games van 18. Dat zegt ook wel wat over DICE, hoor. Vietnam vond ik het niet slecht. Ah ja, Vietnam mag ook. Oké, 7. Mm-hmm. 7. Maar is nog niet de helft ervan. Maar als we dan kijken naar de toekomst, is er nog een weg terug? Is er nog een weg terug naar de top, om het zo te zeggen? Nou, die weg is heel makkelijk. Het is vooral van... Luister dan gewoon, godverdomme. Vertrouw de community hier nog. Ja. Maar die community is weg. Maar laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, jullie zeiden het al. Toen Battlefield de 1942 uitkwam, waren jullie 10 jaar oud. Weet je, dat betekent dat de fans... Ik was al 16 jaar, hè? Ja, 16 jaar. Jullie waren 5. Nee, maar in ieder geval, die fans van die series, dat zijn, die gaan richting de 50, weet je. Ja. Hoe fanatiek zijn die gamers nog? Ik wil wel, weet je, maar ja, hoe fanatiek? Ik weet het niet, weet je. Ja, dus... Mijn generatie is echt 3-4, denk ik, die meest gespeeld is. Mijn generatie die zijn toen ook nog, alleen, ik bedoel, wanneer kwam 4 uit? Wanneer was dat? 2013. Nou, hier, dat is al bijna 10 jaar geleden. Ik bedoel, de vraag is of die gamers er nog zijn. En ik denk van ja, nu zijn kids zijn Fortnite aan het spelen. Heel misschien Warzone. Nou, ik denk echt hoe sandboxy die game is. Dat echt de jeugd daar ook helemaal lijp om gaat. Dat weet ik zeker. Nou ja, ik hoop het. Maar goed, ik denk niet dat het een generatieding hoeft te zijn. Zo goed als Battlefield 4 was. Ik denk dat Conquest Mode is uniek.
Maar ik denk dat het stuk gemaakt is en dat ze het opnieuw neer moeten zetten. En ik denk eigenlijk dat het niet uniek genoeg is om het opnieuw neer te zetten. Ik denk dat wat je nu ziet met Battle Royale, dat is zo dominant, ook als gameplay mode. Kids zijn erin opgegroeid, gamers zijn erin opgegroeid, bijna een hele generatie al. Ik denk dat Battlefield heeft geprobeerd dat te doen met Firestorm. Het volledig mislukt. Ja. Ik denk dat ze niet snappen hoe je dat zou moeten doen. Laat ze niet focussen op andere dingen zoals Firestorm, maar fix fucking Battlefield. Ja. Please. Hebben jullie ooit Delta Force gespeeld? Ja, tuurlijk. Ja, want dat wou ik zeggen. Dat Battlefield is niet de eerste shooter-serie die naar de kloot is gegaan. Mm-hmm. Zij hebben dat eerder gedaan, weet je. En je had een Operation nog wat. Dat was een soort add-on. Daar kon je al 128 man kon je daarmee online. Ja, ook met helikopters. Heb ik zoveel military shooters gedaan. America's Army heb ik gedaan. Ja, nog, ja, weet je wel. Dat was die game die je gratis kon downloaden. Omdat Amerika... Amerikaanse Defensie die wilde gewoon kids binnenhengelen. Dus die gaven ze een gratis game weg. Nou ja, dat kan werken. En als je dan toch tussen 3 en 4 moet kiezen, wat is dan de beste? Voor mij, vier. Ja, ik hoor heel veel mensen zeggen 3, maar dat is omdat die ze op PC hebben gespeeld. Ik was op console en dan is 4 pas dat moment. Ja. Ik ook. Ja. 3 was revolutionair en 4 was evolutionair ten opzichte van 3. Ja. Precies. Levolutionair. Oh. Ja. Nou jongens, dat was hem. Ik ben zoals gewoonlijk wel benieuwd wat jij ervan vindt. Wat is jouw favoriete game? Wat is jouw kutste Battlefield game? Waar heb jij de warmste herinnering aan? Wat speelde jij altijd? En nog veel meer. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken.